Na vooral de Euroliga-wedstrijden, die toch wel nog een ander niveau zijn, die zwaar zijn, waarin dat je voelt dat je echt wel diep hebt moeten gaan. Daarachter dan drink ik wel graag die recovery shake, omdat dan echt wel het gevoel hebt, ten eerste dat je beter herstelt. En ook na een wedstrijd is het soms niet altijd gemakkelijk om snel te eten. Dus eigenlijk kan dat soms ook een beetje verplaatsen. Allee, niet een maaltijd verplaatsen, maar toch dat je nog een uur, twee uur daarna pas eet, omdat de tijd dat je uit de douche komt, dat je nog met de pers moet spreken, dat je daar nog mensen moet zien en dan schuift dat allemaal op. En dat is zeker niet goed voor je lichaam, omdat hij wel direct herstel nodig heeft. Vandaar dat ik dan heel graag die recovery shake drink. Dan is er nu nog ook die andere optie, die high protein shake die je kan nemen, waar er minder suikers in zitten. Dus voor mensen of na een training waarin je niet volledig helemaal diep bent gegaan, kan dan een mooi alternatief zijn. Dus vandaar dat er ook een aantal andere speelsters zijn die dat misschien verkiezen. Omdat er ook inderdaad wel minder suikers in zitten en toch ook naar het spierherstel.